werk over onderzoek naar het onderzoeksrapport van Pfizer. Dit rapport omvat een aantal duidelijke bevindingen over de bijwerkingen als gevolg door het verkregen vaccin. Vanuit de VVA zijn we niet verbaasd over deze berichtgeving. Wij zien helaas al een tijdje dat onze naasten gezondheidsklachten ontwikkelen die voor de coronapandemie geen bestaan hadden. Hierover maakt de VVA, net als mevrouw van den Berg, zich zorgen. Het is natuurlijk bijzonder te noemen dat een vaccin, in dit geval tegen corona, van welke fabrikant dan ook, op zo'n grote schaal is toegepast zonder dat het alle fases van de goedkeuringsdrijf heeft doorlopen. Het sterkt ons hoop op dat er vanuit de comité geen nieuwe vaccinatieronde wordt geadviseerd voor dit voorjaar, maar ook natuurlijk geen garantie geeft voor de toekomst. Ja, voorzitter, kijkend naar de afgelopen jaren, toen heel de wereld gevangen werd genomen door allerlei opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen, vragen wij ons af of deze nieuwe informatie een nieuwe basis kan gaan zijn voor de vrijheid en de gezondheid van onze inwoners. Om hier duidelijkheid in te krijgen, willen wij het college de volgende vraag stellen. Is het college bezig, ook van de andere vaccins, zoals Moderna, AstraZeneca en Janssen, deze informatie over bijwerkingen te verkrijgen? Gaat het college zich vanaf nu breder, dus niet eenzijdig laten informeren, voor ze meegaan in allerlei opgelegde vaccinatieprogramma's vanuit het Rijk, gezien deze nieuwe inzichten? En of het college bereid is om een autonome rol aan te gaan nemen in onze gemeente met betrekking tot de aanpak van pandemie en coronagolf in de toekomst? Tot zover mijn vraag, voorzitter. Dank u wel. Meneer Lichtenberg, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter, dat mag. De vragen die mevrouw de Weer stelt zijn anders dan de vragen die waren aangekondigd, maar het maakt niet uit. Laat ik zeggen dat ik verrast was de vorige keer in de Altenaar ronde dat mevrouw van den Berg aan het inspreken was met dit onderwerp op het agendapunt Vitaal Altenaar. Terwijl ze blijkbaar wel door de griffie was geattendeerd over hoe de vergaderorde was. En dat ze op dat moment ook helemaal geen vragen aan een collegelid kon stellen. Wat ze blijkbaar wel wilde doen. Ik heb ook begrepen dat mevrouw in ieder geval de privésituatie aanleiding vond om een onderzoek te doen naar het vaccinatiebeleid, omdat haar man ernstig ziek geworden is. Waarvan zij meent of vermeent dat dat het gevolg is van een vaccinatie. En dan snap ik dat mensen ook zoeken naar informatie en willen weten hoe dingen zitten. Dat gezegd hebbende, is het dan ook van belang om te weten waar moet het college zich dan aan houden en waar haal je goede informatie vandaan. Laat ik dan zeggen dat het college in de uitvoering van het coronabeleid en ook van het vaccinatiebeleid waar dan medewerking aan verleend moet worden, altijd het standpunt heeft gehuldigd en nog steeds zal huldigen dat mensen zelf vrij zijn om een keuze te maken en dat mensen en mensen zich goed moeten laten informeren. Dat is telkens de toonzetting geweest in de wijze waarop de berichtgeving is geweest. En dat als het gaat over wel of niet toelaten van medicijnen tot de Nederlandse markt, dat dat niet een onderwerp is waar het college van Altena of de gemeenteraad van Altena over gaat. Maar waarbij wij instituten hebben zoals het EMA, dat dat voor Europa bepaalt. Het kabinet die daar het RIVM voor heeft. En dat er landelijke instituten zijn zoals het LAREP, die waar alle coronameldingen en bijwerkenmeldingen gedaan kunnen worden. En die informatie is openbaar toegankelijk. Daar wordt wat mij betreft ook telkens naar verwezen. Ik heb kennis genomen van hetgeen de inspreekster de vorige keer heeft, naar voren heeft gebracht. Ik heb daar zelf de GGD-navraag naar laten doen. Of dat bekend was, het rapport van Pfizer, althans het vermeende rapport van Pfizer, wat een aantal pagina's uit een heleboel stukken die daar niet in zitten, is wel bekend. En als mensen daar zelf op willen zoeken op internet, dan kun je ook onder de Pfizer papers kun je een aantal dingen daarover vinden wat daarvan gezegd wordt. Laat ik maar volstaan met het feit dat datgene wat beweerd is, ook door de inspreekster, niet is onderbouwd en dat het een grove overtrekking is van degene van de bijwerkingen zoals die mogelijk zouden kunnen optreden bij het gebruik van een vaccinatie. En voor de rest verwijs ik maar naar wat het LAREP daarover heeft gepubliceerd. Er zijn een hele hoop meldingen gedaan van bijwerkingen. Slechts een klein deel daarvan worden door artsen of door gezondheidsinstellingen gedaan. Een heleboel van die meldingen gebeuren door privépersonen.
En het is helemaal niet aantoonbaar dat heel veel van die meldingen daadwerkelijk ook gerelateerd kunnen worden aan de vaccinatie. Als dat wel het geval zou zijn, dan zijn dat getallen die zich verhouden tot 1 op de 10.000, dan wel 1 op de 100.000. En dat staat dus in geen verhouding tot wat de inspreekster de vorige keer heeft gemeend te moeten melden. En daar wou ik het maar bij laten. Dank u wel. Ik ga eerst even naar de vragen stellen en daarna komen we bij de andere raadsleden voor aanvullende vragen. Mevrouw de Weert. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is fijn dat de portefeuillehouder het hierbij wil laten, maar ik niet. Ik begrijp uit de beantwoording dat deze inzichten ook wel jullie tot nadenken heeft bewogen, maar dat jullie nog geen urgentie hiervan inzien. Wij vinden het namelijk heel zorgelijk dat een vaccin veroorzaker kan zijn van langdurige, soms niet herstelbare bijwerkingen. En wensen voor de toekomst houden een besluitvorming op basis van feiten, zodat de inwoners van Altenaar goed en juist geïnformeerd worden en een verstandige keuze kunnen maken. U geeft aan dat er in de informatievoorziening altijd duidelijk en eenzijdig is geïnformeerd over eventuele bijwerkingen of risico's. Die zie ik niet terug. Bij de volgers van de huisartspraktijken is nog steeds heel duidelijk zichtbaar: laat je vaccineren, bescherm jezelf, bescherm anderen. Dat is volgens mij niet helemaal gebaseerd op feiten. Ik hoop dat de portefeuillehouder in de toekomst in ieder geval wel mee gaat nemen wat ik nu hier probeer aan te geven. Het is namelijk wel zo, als deze vaccins de oorzaken zijn van allerlei gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid, doodgeboortes, oversterfte, dan heeft het ook betrekking op onze inwoners. En dan vraag ik me echt serieus af, waarom wordt het dan niet onderzocht? Waarom wordt daar niet naar gekeken? Dat lijkt me heel erg verdacht. Het gaat mij om de veiligheid van onze inwoners en daar moet naar gekeken worden. Dank u wel. Dank u wel. Een van de andere raadsleden, meneer De Haan, zag ik met een hand. Wilt u nog? Ik weet toch niet? Oh, ik dacht dat u hand zat. Nog een andere, meneer Van Hoeven. Ja, ik denk dat de burgemeester aangegeven heeft waar zijn contenties liggen op het gebied van regelgeving en wanneer het toegepast moet worden. Staat even los van als mensen, als individu geraakt zijn of mogelijk door gevolgen van bijwerking getroffen zijn. Dat het natuurlijk gewoon enorm vervelend is, want het wordt niet uitgesloten dat er bijwerkingen zijn. Maar de kans is vrij klein, dus in die zin steun ik wel het betoog van de burgemeester. En ja, je zei eerst maar ook van heel gaan met de komstige pandemie om. Ik heb het ook in andere veiligheidsregio discussies gehad. Ik denk dat het eenmaal lastig is om niemand had corona voorzien in die zin. Ik zou er geen blauwdruk op kunnen leggen van als er morgen iets anders gebeurt, dat je dan vanuit de kennis die wij hebben, vanuit de raad, een burgemeester heeft, vanuit het open gezondheid oogpunt, dat je dan hele andere keuzes zou kunnen maken. Ik hoop dat het niet gebeurt wat nooit nodig is. Maar ik snap best wel het dilemma waar we toen in die tijd in zaten en dat die keuzes gemaakt zijn. Dank u wel. Ja, op zich kan je niet het debat voeren, dus dat wil ik ook niet toelaten op dit moment, want het is de rondvraag. Heeft iemand nog vragen over dit onderwerp? Mevrouw de Weert. Ik heb dan wel een aanvullende vraag. En misschien dat de portefeuille daar wel open voor staat. Want ik begrijp ook uit de beantwoording dat u niet echt was ingezind over de vragen die ik ging stellen. Die wil ik met al liefde plezier alsnog wel delen, zodat dit in ieder geval wel als huiswerk meegegeven kan worden. Het zou mooi zijn als in de toekomst een ander beleid of een andere manier van werken daarin gaat plaatsvinden. En met betrekking tot dat Pfizer-rapport, ja, die kun je lezen, maar het is 450.000 pagina's. Met alle respect, dat lukt mij ook niet in 2 weken. Maar ik heb wel gekeken naar de hoofdlijnen en die bijwerkingenpagina's die spreken echt voor zich. Ik maak me daar echt veel zorgen over en dat is puur ook vanuit naaste. Sorry voorzitter, u ziet dat het mij raakt. Vanuit naaste familie raakt het mij enorm en ik vind het heel belangrijk dat wij als gemeente altijd naar kijken naar de veiligheid van onze inwoners. En dat we ons continu moeten afvragen, is dit wel het juiste? Hebben wij de juiste informatie? Is dit wat wij kunnen informeren? En niet zomaar klakkeloos vanuitgaan dat het Rijk het beste met ons voor heeft. Altijd zelf onderzoek blijven doen. Dank u wel. Dank u wel. Ik weet niet, meneer Lichtenberg, heeft u nog behoefte om hierop te reageren op mevrouw de Weert? Nee, ik snap, zeker ook in de hele coronapandemie, dat er heel veel emoties zijn. Die zijn er op allerlei manieren geweest. Ik weet dat mensen er persoonlijk door geraakt zijn. En het enige wat ik daarop heb kunnen doen en heb kunnen zeggen is dat wij als gemeente binnen de competenties die wij hebben zoveel mogelijk onze mensen hebben open geïnformeerd met de betrouwbare bronnen die wij hebben. En ieder mag natuurlijk op zijn eigen manier daar ook onderzoek naar doen. Ik heb
ook aangegeven, elk signaal wat ik binnenkrijg, dat leidt er in ieder geval toe dat ik mezelf, voor zover ik daar mezelf competent op acht, met mijn medewerkers, ook weer navraag naar te doen. Dat heb ik ook gedaan naar aanleiding van de inspreekster van vorige week. En ik heb nou ook feitelijk het antwoord gegeven wat ik net heb gegeven. Ik zou mensen vooral willen wijzen naar wat het RAP-instituut coronameldingen daarover heeft verklaard. En er zijn ook echt wel websites, ook de NOS heeft gepubliceerd over de Pfizer-papers en hoe dat toch, volgens de NOS zeg ik dan nog maar weer, verkeerd wordt uitgelegd. En heel veel anders kan ik daar dan ook iets van maken. En ik kan de emotie daar niet verminderen, maar dat is de manier waarop ik ermee omga. Dank u wel voor het antwoord. Nou, dan sluit ik hierbij de rondvraag. Dank jullie wel allemaal. Dank u wel voor het stellen van de vragen. Dank u wel voor jullie aanwezigheid. Ik wil nog even een korte opmerking maken.